Iedere dag rijden Mitchell Pauw, Damiano Schet en Denzel Slager vanuit Amsterdam op en neer naar Waalwijk. Wij gingen op bezoek bij de Bijlmer Boys van RKC. We zijn in het huis van mijn moeder. Hier woon ik. En hier ben ik dus gewoon elke dag. Naast het voetballen ben ik veel op de PlayStation. Als ik thuis zit. En zoals ik al zei, ben ik meestal in de stad. Eigenlijk gewoon leuk, ga je shoppen. En ben veel met familie. Dus dat is eigenlijk wel wat ik leuk vind om te doen. Vroeger speelde ik veel tafeltennis. Bij Veenam hadden we eentje in huis staan, samen met twee teamgenoten. Maar dat is ook minder geworden. Maar voor de rest is het ook niet echt veel. Nee, het zijn gewoon een paar van mijn vrienden die wonen hier in de buurt. En hier ga ik af en toe ook mee om. Ene dag rijd ik, ene dag rijdt Mitch en de andere dag rijdt Damiano. Dus we wisselen het om. En dan laat de een degene die dan niet rijden, die laat in een auto gewoon staan. En gaan we naar Waalwijk, komen we terug. En zo gaat het elke dag eigenlijk. Wie de beste chauffeur is. Wie is de beste chauffeur? Damiano sowieso niet. Dus. Nee, Damiano sowieso niet, nee. Nee, nee. Dat is iets van zelf, maar... Ja, die is niet de beste chauffeur in ieder geval. Ja, met Denzel was snel thuis altijd. Ja. Sowieso niemand ziet het. Want degene die niet rijden, die slapen altijd. Jij slaapt altijd! Nee. Hij slaapt altijd. Als we wegrijden van het stadion, als we het hek gewoon uit zijn, dan slaapt hij dus. En dan lachen Mitch en ik al, kijken we naar achteren. En hij komt net aan. Wauw, wat kan je voor? Cool? Ja, ja. Rustig? Ja, rustig. Ja, ik heb je gezien. Ja, ja, klopt. Oké. Dat is de familie, ja. Dus het komt... Ja, ja, ja. Progressie? Ja, zeker. Mooi zo. Zeker. Oké, dan. Ja? Oké, is goed om te rijden.